Lukt het jou als marketingmanager niet om je collega's mee op beeld te krijgen, waardoor jouw verhaal oppervlakkig en afstandelijk aanvoelt? En dat terwijl je het pure verhaal op camera wil vastleggen. Terwijl je als geen ander weet hoe belangrijk dat is. Geen paniek. In deze video geef ik je 5 tips om deze uitdaging voor eens en voor altijd uit de weg te gaan. De eerste stap is het bouwen aan vertrouwen. Laat je collega's bijvoorbeeld wennen aan de camera door oefensessies of trainingen. Zo geef je hen het extra beetje lef om voor die lens te gaan staan. Hoe klein of hoe groot die stap ook is. Het vertrouwen zal groeien naarmate ze zich comfortabeler voelen voor de camera. Tip 2. Laat je collega's inbreng hebben in het proces, zoals het meedenken in het stijl, onderwerpen en formats. Dit zorgt voor extra betrokkenheid, waardoor ze nog enthousiaster worden om mee te doen. Tip 3. Het hoeft geen Hollywood-productie te zijn. Maak de drempel dus zo laag mogelijk. Het hoeft ook niet perfect, dus een cameracrew met allerlei toetsen en bellen is ook niet altijd nodig. Het kan eigenlijk al door simpelweg je telefoon te pakken. Tip 4. Waarom wil je ze op beeld krijgen? Wat is het doel? Neem ze goed mee in het verhaal en de noodzaak hiervan. Zijn jullie op zoek naar nieuwe collega's? Wat weer resulteert in minder werkdruk en meer werkplezier? Vertel het ze dan. En benadruk de waarde van visuele content in een veranderende wereld. Hiervoor kun je bijvoorbeeld zelf een video opnemen en delen. Want zeg nou eerlijk, als je je collega's overtuigt om op beeld mee te doen, dan moet je zelf ook meedoen. Tip 5. De tip die wij misschien wel het allerbelangrijkste vinden. Maak van elke opnamedag een onvergetelijk feestje. Regel bijvoorbeeld iets lekkers, een lekkere lunch, doe een dansje, beloon en erken de inspanning van je team. Kortom, met geduld, vertrouwen, trainingen en plezier zorg je ervoor dat jullie schitteren voor de camera. Dus, waar wacht je nog op? Pak die camera en zorg voor die onvergetelijke indruk.